Als ik naar Den Haag wil, dan neem ik de auto. Maar dat geldt niet voor Patrick Damhuis. Die gaat ook naar Den Haag. Die vertrekt vanochtend om 8 uur in alle vroegte voor een wandeltocht van een week naar Den Haag. En dat doet hij om aandacht te vragen voor het fenomeen verstoten ouders. Het zijn ouders die hun kinderen niet meer mogen zien. Dat is een complex probleem, veel complexer dan ik dacht in ieder geval. We gaan hem volgen de komende week. We bellen hem elke dag eventjes, horen hoe het gaat en praten met hem door over dat idee van wat is dat dan precies, die verstoten vaders, waar zit het probleem? Vanochtend vertrekt hij samen met Evert uit Zelhem, die het hele stuk met hem mee wil gaan lopen. Ik ben erg benieuwd wat er van deze tocht komt, we gaan hem volgen. Oh, ga je serieus zo hard, Patrick? Ja, het is voor een ander ook heel vaak niet te doen hoor, dit tempo. Maar het is voor mij echt killing als ik het tempo moet verlagen. Dan ga ik echt helemaal kapot. Verwacht jij dat er op trajecten stukken mensen meelopen? Ik verwacht nooit wat, maar het gebeurt heel veel. Dat mensen in één keer een pb'tje sturen. Van joh, waar zit je? Kun je je locatie doorgeven? Ik wil een stuk meelopen. Ja. Nou, dan stuur ik de locatie door. En ja, dan komt daar in één keer een auto voorbij. Die een eindje verderop stopt. Ja. Daar springt iemand uit die meeloopt. En dat gebeurt eigenlijk elke dag wel ergens. Ja. We gaan weer naar Den Haag. Ja. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen maar voor mijn lol. Dat doe ik dit jaar samen met Evert. Ja. Om onderweg aandacht te genereren en te vragen voor het fenomeen ouderverstorting. Nou zou je denken, hè, dat wij dat in Nederland goed geregeld hebben. Ja. Maar? Nou, die maar is dat ik heb als kind zelf mijn vader verstoten, ja, ja. Leren verstoten. Okay. Dus het systeem als Raad van de Kinderbescherming, Jeugdbescherming, etc. Maar ook de rechtbanken kijken dus al ruim 40 jaar een andere kant op. Gaat het nou vaak om vaders of toch ook wel moeders? Ja, dat is wel een hele gevaarlijke. Waarom? Nou, als je zegt het gaat eigenlijk altijd om vaders, dan doe je de moeders tekort. Want er zijn ook heel veel moeders waar dit gebeurt. Okay. Maar laat duidelijk zijn, ik loop niet voor vaders, ik loop niet voor moeders. Nee. Ik loop voor die 16.000 kinderen per jaar. Nee. Voor je beeldvorming, 2 jaar en dat past niet in ons eigen Twente-stadion. Er zit enorm veel psychologie ook in, hè, kennelijk. Ja, dus het is sinds kort ook officieel vastgesteld als iets wat zeer schadelijk is voor een kind. En in de praktijk doet men niks. Poeh, dat was een aardige run. Die man die heeft er echt 3-dubbel tempo in. Die moet ergens heen, volgens mij. Het ging hard. Maar we hebben net Patrick Damhuis en zijn medepartner Evert, nou ja, tot hier gebracht. Ze lopen richting Markelo om aandacht te vragen voor het lot van verstoten ouders. Het gaat niet alleen om vaders, vertelde hij net. Het gaat om ouders. We gaan ze elke dag bellen. Ik ben erg benieuwd hoe het ze vergaat. We gaan het zien.